Sprout is partner van 7 Ditches. Welkom bij een nieuwe aflevering van Profile. Startup Mobber wil dat iedereen die iets toevoegt op internet ook daarvoor betaald kan worden. En daarvoor haalden de oprichters 3 ton investeringsgeld op. Ik heb vandaag Ernesto Spruit, medeoprichter, hier te gast om te vragen wat hij met dat geld gaat doen. Welkom Ernesto, goed dat je er bent. Jij was eigenlijk jarenlang een soort adviseur voor bedrijven die om allerlei redenen hulp nodig hadden bij het ondernemen. Ja. En op een gegeven moment kwam je Mobber tegen, of eigenlijk je compagnon. En toen dacht je, ja, daar wil ik nou eigenlijk eindelijk eens een keer zelf in een bedrijf stappen. Wat zag je op dat moment wat jou aantrok? Ik was al echt een beetje ondernemer zonder bedrijf op dat moment. Dus ik was natuurlijk al best wel gefocust op van, waar is een mooi initiatief waar ik me aan de slag kan. En toen raakte ik inderdaad in gesprek met Patrick Savalle, die Mobber begonnen was. En ik was eigenlijk meteen verliefd op het concept, omdat het draait echt om economische vrijheid, zeg maar. Dus als het goed is, als we het goed doen, een grote impact op hoe werk gaat plaatsvinden in de toekomst. En daar wilde ik wel graag onderdeel van zijn, ja. Je wilde graag iets doen wat een beetje disruptief, spannend is, zeg maar. Kun je ineens een uitleggen wat Mobber doet? Ja, Mobber stelt community websites en intranets in staat om aan de slag te gaan met crowdsourcing. Dus om een website in één keer om te turnen in een crowdsourcing business. En wat is crowdsourcing? Crowdsourcing is het proces dat je als bedrijf niet zegt, ik huur iemand in om werk te doen. Maar dat je dat werk uitbesteedt op het internet aan een relatief grote groep mensen. En kun je een voorbeeld noemen van bedrijven die dat kunnen toepassen of die dat al toepassen? Nou, je ziet, de crowdsourcingmarkt wereldwijd gaat al ongeveer €1 miljard in om. Hè. Dus dat zijn dus professionals die niet in een kantoor werken, maar die gewoon naar een online platform gaan om dat werk te doen. En maar dan heb je het vaak over van die freelance websites, toch? De Elance en de freelance. Dat soort websites, maar ook Amazon Mechanical Turk is een hele grote, waar je dus echt op het platform klusjes kan doen, als het ware. Je hebt de websites die meer gelinkt zijn aan offline, dus TaskRabbit, daar kan je een klusje doen en kan je er geld voor verdienen. Maar je hebt ook de innovatiecontest bijvoorbeeld. Wedstrijden die georganiseerd worden om een innovatie-idee te bedenken. En daar doen dan heel veel mensen aan mee en dan het beste idee. Het beste idee wint, dat idee. Want dat doen jullie in feite niet, toch? Jullie willen eigenlijk zeggen van iedereen die bijvoorbeeld een idee instuurt, zou betaald kunnen worden. Nou, wat je ziet, wat een grote obstakel nog is voor crowdsourcing om mainstreamer te worden dan dat het nu al is, is dat het nog heel moeilijk is om mensen in een samenwerking te belonen. Dus als 100 mensen een steentje bijdragen ergens aan, is het nu vaak nog zo dat 1 iemand maar betaald krijgt. Nou, wij maken het mogelijk dat het geld eerlijk verdeeld wordt. Waarom zou je dat willen eigenlijk dan, dat al die mensen betaald krijgen? Dat wil je om de betrokkenheid van die mensen te verhogen, om ze een prikkel te geven om ook meer kwaliteit te leveren. Dus nu zie je bijvoorbeeld met zo'n logo-contest, waar je dus een bedrijf heeft een logo nodig, zet dat neer op een website. En dan gaan 70 mensen een logo-ontwerp indienen, maar eentje krijgt en betaalt. Dat betekent dus dat je een heel grote kans hebt dat jij niet degene bent die betaald wordt. Dan ga je ook niet je beste werk inleveren. Ja, maar dat heeft ook wel een beetje te maken met, je wil je beste werk niet weggeven, toch, op zo'n platform? Nou, je wilt zeker als je er niet voor beloond wordt. En dus het idee is juist dat je loon naar werken krijgt. Ja, dus dat je meer mensen misschien dat je mensen over de drempel helpt die anders zeggen van, ja, waarom zou ik daaraan meedoen? Ja, dat. En doordat je dus interactie creëert, krijg je ook hogere kwaliteit. Omdat mensen op elkaars antwoorden en suggesties door kunnen bouwen. Dan krijg je dus synergie. Als je eigenlijk alleen maar zegt van, 100 mensen hun beste idee, dan heb je geen synergie tussen die mensen. Maar als je ze in staat stelt om voor te borduren op elkaars ideeën, dan krijg je dus iets wat je nooit had kunnen krijgen als je 1 iemand had ingehuurd. Ja, dus je krijgt een soort lijn eigenlijk binnen die community dan, waarbij de een misschien iets begint en de andere aanvullen. Dat zou precies dan kunnen bijvoorbeeld. Okay. En het feit dat jij misschien, het feit dat ik misschien een heel dom antwoord geef, stelt jou misschien weer, brengt jou op het idee om het goede antwoord te geven. Dat heb jij misschien meer bijgedragen aan het eindresultaat. En wie bepaalt dan hoeveel ik krijg en jij krijgt? Dat mag iedere website zelf bepalen. Dus we zijn bijvoorbeeld deze week live gegaan met Fast Moving Targets. Dat is een innovatiecommunity hier in Nederland. En die zijn op deze manier adviesopdrachten eigenlijk aan het uitvoeren op hun website. Ja, voor andere partijen dan. Hè? Voor andere partijen.
En zo'n bedrijf legt een opdracht neer bij die community. En Fast Moving Targets bepaalt dan van, hey, wat is hoeveel punten waard als het ware? Ga ik een antwoord geven? Of als je stemmen krijgt, of als je stemmen uitdeelt, dat is allemaal punten waard. En als zo'n bedrijf zegt van, nou, de vraag is beantwoord, we gaan over tot betaling, lezen wij met Mobber eigenlijk uit wie heeft hoeveel punten verdiend. En dat gebruiken we als verdeelsleutel voor het geld. En wat voor bedragen gaat het dan? Nou, dat verschilt natuurlijk per website, maar in dit geval van Fast Moving Targets hebben ze gezegd van, nou, minimumbedrag van de opdracht is €500. Omdat ze wel een beetje, zeg maar, een substantiële, serieuze opdracht hebben. Maar je kan je ook voorstellen dat een bedrijf zijn klantenforum gaat crowdsourcen. Mm. En dat jij wil weten, goh, ik heb nu een nieuwe Samsung, nog wat, maar ik snap niet hoe het snoertje werkt. En heb ik wel €5 voor over als iemand me even snel kan helpen. Ja. Ja, dat zou ook een toepassing kunnen zijn. Oké, okay, dus de toepassingen zijn eigenlijk gewoon heel breed, zolang het maar gaat om een community die je wilt laten meedenken ergens over. Zou je bijvoorbeeld ook een hele klantenservice op die manier kunnen inrichten? Ja. En dat gebeurt ook al. Hè? Dus als je Engelse telecom operator GiveGaff, die heeft als een hele klantenservice op die manier ingericht. En je ziet eigenlijk steeds meer bedrijven dat ze toch gaan experimenteren met het crowdsourcen van hun helpdesk, zeg maar. Ja. Ja, maar in principe, ieder proces wat je kan outsourcen, kan je ook crowdsourcen. Ja, dus het enige is, het verschil is, nu huur je misschien nog een freelancer in of een bureau in. En in de toekomst, en dat zie je ook steeds vaker gebeuren, huur je gewoon een crowd in. Dat betekent dus, als jij al een crowd hebt op jouw website, omdat je een blogplatform hebt of een community website, dan is dat misschien wel een heel interessant verdienmodel voor jou. Dan heb je wel te maken met een soort van kwetsbaarheid. Hè? Want jij gaat dan bijvoorbeeld zeggen als bedrijf van, hey, ik heb daar en daar een probleem mee, dat werkt niet. Kunnen jullie meedenken bijvoorbeeld? Ja. Dat kan, hè. Dus dan zou je op zo'n website zou je ook kunnen zeggen van, nou, bepaalde opdrachten die doe je publiek, maar bepaalde opdrachten doe je ook gewoon achter een inlog. Ja, dat kan dan ook. Ja. Oké. Okay. Hey, en de website is helemaal in het Engels. Ik ga daar wel een beetje vanuit. Jullie willen ook graag internationaal. Ja. Ja, de markt van, kijk, crowdsource is eigenlijk bijna per definitie al een internationaal iets. Hè? Want je kan je voorstellen, als het werk plaatsvindt op een platform op het internet, waarom zou je dan nog met grenzen te maken hebben? De markt is ook internationaal. Dus die miljard euro die ik net noemde, die wordt natuurlijk hoofdzakelijk niet in Nederland uitgegeven, maar wel internationaal. Dus wij willen ook graag internationaal de markt in. Heb je het ook nodig, dus die schaal? Waarschijnlijk wel, ja. Want om zelf in de lucht te kunnen blijven? Ja. Want hoe verdienen jullie? Wij verdienen doordat we een percentage vragen van het verdiende geld, van 5% tot een maximum van €9 per maand. Dus je betaalt eigenlijk als rekeninghouder om dat geld te kunnen ontvangen, betaal je €9 per maand abonnementsgeld. Maar als je het minder gebruik van maakt, betaal je minder. Hè? Dus dat is wat er gebeurt. En ja, daar hebben wij wel heel veel schaal voor nodig om daar een businessmodel van te maken natuurlijk. Ja. Maar dat kan ook. Ja. Nou ja, je wil zeggen het kan, omdat het is een tool die jullie gebouwd hebben die... Die is internationaal toepasbaar. Is internationaal zonder taal, et cetera. Ja. Die is makkelijk kopiëren wil ik niet zeggen, maar... te schalen. Overal toe te passen, ja. wat ik al aan het begin zei, €3 ton investeringsgeld opgehaald kort geleden. Ja. Wat gaan jullie daarmee doen? Nou, daar gaan we verder mee waar we al mee begonnen waren. Namelijk het platform nog verder ontwikkelen. Maar in het bijzonder gaan we daarmee de internationale markt proberen op te gaan. Wat is je plan? Wat zeg je? Wat is je plan? Waar ga je beginnen? Wat was mijn plan? Je hoeft niet het hele plan nu te gaan vertellen. Maar... Nou, we gaan beginnen in Singapore. Dat had ik al laatst vermeld in het persbericht dat we verstuurd hadden. Daar is over een paar weken crowdsourcing week. En dan gaan we eigenlijk we krijgen al van tijd tot tijd aanvragen uit het buitenland, maar we willen dan echt gestructureerd voor het eerst in beeld gaan brengen van wat leeft er nou bij de internationale klanten. En je moet je voorstellen, tot nu waar hadden we niet zo heel veel geld om even in het vliegtuig te stappen naar Amerika of weet ik wat, om daar ook de vragen die we kregen goed te bedienen, zeg maar. Dus daar gaan we nu mee beginnen. En op een gegeven moment zullen we wel ook actiever promotie gaan voeren. Misschien via internetcampagnes. Natuurlijk wat content marketing, wat we eigenlijk ook al doen. Want waar doe je je marketing als je wereldwijd wil? Ja, nou, op plekken waar onze doelgroep samenkomt. Dus zoals in Singapore gaan we naar de Crowdsourcing Week. Dat is een congres, het wereldwijde congres eigenlijk specifiek voor crowdsourcing.
daar is in juli is ook een vergelijkbaar evenement in Silicon Valley. Dus daar zullen we ook naartoe gaan. Eind, zeg maar in het najaar, spreken we op Crowd Dialogue. Dat is zeg maar de Europese versie daarvan. Dus dat soort evenementen gaan we naartoe. En ja. Wie zie je als je grote klant eigenlijk? Wat is jouw targetmarkt? Nou, we hebben eigenlijk verschillende grote groepen. Hè. Dus de eerste is eigenlijk de community website of het blogplatform. Daar zijn natuurlijk heel veel van. Maar heel veel van die blogplatforms, die hebben natuurlijk een verdienmodelprobleem. Dat ze nu nog eigenlijk als media of als uitgever functioneren. Mm-hmm. En vastzitten aan een advertentiemodel, wat een heel moeilijk model is. Ja, maar want vaak mediabedrijven verdienen niet zoveel geld met advertenties. Precies. Ja. En dat zal ook niet beter worden in een nabije toekomst. Terwijl ze hebben hun grootste asset, vermarkten ze niet. En dat is eigenlijk de collectieve kennis van hun community. Dus zeker als jij een doelgroep hebt of een publiek hebt wat al relatief homogeen is, dan is daar ongetwijfeld een markt voor. Hè? Dat is een crowd die je gewoon zou moeten kunnen in. Ja, dus in plaats van dat adverteerders dan een advertentie plaatsen of een banner of wat dan ook, ja, dan zouden ze geld kunnen gaan neertellen om vragen neer te leggen bij de community. Ja, of om content te creëren of weet je, eigenlijk alles waarvan je kan denken van hey, hoe zou ik die expertise van die crowd kunnen mobiliseren voor mijn bedrijf? Dat zou je ermee kunnen doen. En dat verschilt. Dus je kan ook een website voor auto's bijvoorbeeld. Ja, daar heb je allemaal autoliefhebbers. Nou, die kan je misschien wel filmpjes laten maken, weet je wel, die je dan weer kan gebruiken. Dan heb je veel diepere interactie dan dat als je alleen maar een banner neerzet op zo'n website natuurlijk. Ja, dus je gaat ook echt een soort dialoog aan met je eigen gebruikers, je eigen community. Ja, ja, hè, dus je maakt ze actiever, je geeft wat aan ze terug. Dus het is ook interessanter voor ze om ook op jouw website te komen. Betrokkenheid natuurlijk dan ook bij je merk. Dus dat is een heel belangrijke doelgroep. Nou, een andere doelgroep zijn al de bestaande crowdsourcing platforms. Die misschien nu nog beperkte functionaliteit hebben omdat zij betaalde betalingen en transacties niet kunnen doen omdat die technologie gewoon nog niet bestond voor Mobber. Ja, dan heb je het eerder over de PayPal en dat soort oplossingen, toch? Als betalingssystemen. Ja, dus wij hebben een betaaloplossing die specifiek gericht is op deze manier van werken. En dit heeft geen enkel ander betalingssysteem. En dat komt omdat je geld pas moet kunnen verdelen op het moment dat je eigenlijk aan het einde, dat het werk gedaan is en niet van tevoren. Niet vooraf. En dat wij er een heel factureringssysteem op hebben. Want jij wil natuurlijk ook de garantie dat je factuur kan ontvangen. Dus die bestaande crowdsourcing platforms, die kunnen wij ook nog zeker sterker maken met onze technologie. En daarnaast, zeg maar corporates of intranets, die zeggen van hey, wij hebben een proces waar we eigenlijk veel beter gebruik willen maken van die crowd of community die al op de website komt. En dan kan je inderdaad denken aan een helpdesk. Maar je kan ook denken aan open innovatie, hè, wat toch al gebeurt, maar om dat toch effectiever en structureler in te zetten. Mm-hmm. Dus dat zijn eigenlijk de drie doelgroepen. Ja, en jij zegt ook in andere interviews van in de toekomst worden sowieso steeds meer klussen uitbesteed. Ja. Hoe zie je dat? Nou, wat je eigenlijk ziet, en dat wordt misschien een beetje technisch, maar je ziet dat bedrijven zich steeds meer organiseren als platforms. In het industriële managementmodel was alles centraal aangestuurd en werd waarde toegevoegd in een keten. Maar op platforms wordt waarde niet toegevoegd in een keten, maar via een netwerk. De communicatie loopt dus niet rechtlijnig, zeg maar die verloopt heel erg complex. Wat je dus in de toekomst krijgt, is dat jij je werk niet meer gaat doen in een kantoor, maar op een platform. Dus wij zeggen ook wat een kantoor is voor het industriële managementmodel, is het platform voor het internet-economie. Dus mensen gaan bedrijven gaan in de toekomst ook niet werknemers inhuren, maar die gaan gewoon crowds inhuren op die platforms. Dat zie je al gebeuren, dus doordat crowdsourcing al een beetje een vlucht aan het nemen is, maar dat wordt natuurlijk steeds, dat zal steeds meer gemeengoed worden, omdat het gewoon een effectievere manier. Nou, wat het meer oplevert, misschien dat je één iemand vraagt, dat idee. Het is eigenlijk goedkoper, beter en sneller. Crowdsourcen. Nou, en iedere inkoper zal jou vertellen dat dat nooit kan, maar met crowdsourcen kan dat dus. Ja. In de ideale wereld dan? Nou ja, dat moet nog. Kijk, er moet een infrastructuur komen en daar zijn wij natuurlijk. Ja, ja, die dat faciliteert. Ja, maar in potentie is het zo, ja. Hm. Wie, tot slot alweer, wie zou jouw droomklant zijn? Een Wikipedia of zo'n soort platform, zie jij dat voor je?
Een type Wikipedia of een Stack Overflow, wat een vraag-en-antwoord platform is waar al 5 miljoen gebruikers op zitten. Of een Quora, die misschien gaat zeggen van hey, we hebben ook een betaalde oplossing die je misschien ook voor bedrijven kan inzetten. Dat zouden natuurlijk droomklanten zijn voor ons. Heb je ze al gebeld? Ik heb ze nog niet gebeld. Ik heb wel met Stack Overflow wel contact gehad, maar moet nog even een goede manier hebben om in contact met ze te komen. Dus als er als iemand het weet, dan kunnen ze je even benaderen. Oké. Dankjewel voor je komst. Oké. Jullie bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.